Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag even een vluggetje. Een vluggetje, want ik heb jullie afgelopen week een paar plaatsspelers laten zien. En ik zei, er komt er nog eentje aan en dat is een oude Dual. En het gaat nou niet zozeer om het apparaat zelf, want we hebben al eens een keer een platenspeler met ingebouwde versterker behandeld. Maar het gaat hier even over tussenstukjes en oplossingen aangaande audiomateriaal. Wat misschien in eerste instantie niet goed lijkt te werken of niet goed aan te sluiten is. Maar waar dus een omweg voor te vinden is. Laten we gaan kijken waar ik nou in hemelsnaam over bazel. Want het gaat me om deze. Dit is een Dual HS100. 41, zoals jullie kunnen zien. En zoals je hier ziet, hier phono, tuner, tape. Hier zit weer de treble, de bass, het volume zie je daar. De powerknop, het aantal kanalen wat je in kan stellen. Dit is weer zo'n platenspeler met een ingebouwde platenspeler en versterker in één. Nou, dit is een Dual. En Dual, ja, die staan er eigenlijk wel bekend omdat ze dit hebben. Als je ziet wat ik hier doe. Druk er even op en dan zie je deze omheining, zeg maar. Alsof het een hek is, maar dan kun je zien deze doos eromheen. Dat is stabiel, maar dat veert een beetje. Dus dit is een zwevend plateau, noemen ze dit. En dit is weer om ook, net als de stevige poten en het aantal kilo's bij mijn nieuwe Technics, heeft dit ook weer mee te maken met stabiliteit. Dus als er iemand langs loopt bijvoorbeeld, tot de schokken worden opgevangen en tot de plaat niet overslaat. Er zit een vrij dikke kop op ook. Ik moet ook zeggen, ik zal nog weer even een plaatje erop leggen, want we moeten zometeen wel wat gaan spelen natuurlijk. Er zat ook nog een zak bij met allemaal andere elementen ook erbij, die je er dus kan opschuiven. En de gebruikersaanwijzing staat er ook nog bij, dus ja, dat is leuk voor de gelukkige koper. Maar zoals ik al zei, het gaat me niet echt om het apparaat zelf, maar meer om de achterkant. Want als je hier kijkt, ik hoop dat ik het licht er een beetje op kan laten schijnen tot hij een beetje scherp stelt. Ja, waar de speakers aangesloten dienen te worden, is weer zo'n ouderwetse aansluiting waarvoor ik dus weer mijn oude telefoonken boxjes van de berging zou moeten wegtrekken. Maar als je aan deze kant kijkt, dan zie je ook weer wat DIN-pluggen. En dan staat hier dus ook een phono out. Ik kan dus kleine rottige spiekertjes erop moeten tot ik die eraan moet jassen. Maar hoeft niet per se, want zoals je hier ziet, heb ik een mannetjes DIN-stekker. Meestal is het zo, degene die je nodig hebt bij dit soort apparaten zijn de vrouwtjes. Maar dit is dus eentje met pinnetjes die overloopt in een tulp waar je dus weer tulpvrouwtje, waar je dus weer gewone tulpjes in kan steken. En die heb ik dus even weer in hetzelfde radiootje als vorige week geplucht. En er zit dus ook een adersnoertje aan, waardoor die minder of hopelijk helemaal niet bromt. Dus deze moet nou in die fono-uitgang. Zo. En dan doe ik de radio aan. En hij is dus aardig aan het brommen. Moet ik even met de aarde spelen. Momentje. En dat was weer een knip. Het komt nogal gevoelig met dit soort dingetjes. Ik heb de aardedraad weer opnieuw aangesloten. En zoals je hoort is hij nou weer een stuk sterker. Dat is het knopje van de radio, niet van de platenspeler. Dus, we kunnen deze nou op start zetten. En dan kijken of hij het doet. Ja, ietsje verder jongen. Sommige van deze dingen moet je nog een beetje mee helpen. Het zal de leeftijd wezen. Maar ik hoor geluid, dames en heren. En jawel, zoals ik al zei, het kraken is dus van de oude radio. Dus ik heb een harde zet. Niet van de platen spelen. En jawel, hij doet het. Dus zo zie je maar. Ook al lijkt het in eerste instantie van de oude stempel, dat je denkt van nou jongens, dat wordt helemaal niks. Zoiets kleins
als zo'n DIN tussenstekkertje met een tulpaansluiting kan dus al het verschil maken. En we hebben nou een prachtige werkende Dual HS-141. Waar we weer een poosje van kunnen genieten. Althans, de nieuwe eigenaar die deze aanschaft natuurlijk. Hè, want deze ook gaat weer gewoon de winkel in. En zo zie je ook maar weer met dit soort oude spulletjes merk je toch ook wel weer. Het is even een beetje passen en meten. Je zag mij ook al van, hè, dat werkt niet. En nou heeft hij weer lawaai. Maar uiteindelijk, hè, met een beetje geduld en een beetje liefde en compassie krijg je het wel voor elkaar. Dus ja, wil je plug and play? Dan zou ik wel ander spul nemen dan zeg maar begin tot mid jaren 70 apparatuur. Begin dan vanaf jaren 70 tot begin jaren 80. Een beetje uit die tijd van die Akai en die Technics die ik thuis heb staan bijvoorbeeld. Daar heb je wat minder werk aan. Het ziet er leuk uit toch? Zo'n apparaatje. Ja, lekker met dat chroom en alles. En nou ja, wat ik al zei, ook dat plaatjes draaien en ook de apparatuur die erbij hoort. Het is natuurlijk een liefhebberij. Dus het is ook leuk om hier een beetje mee te vogelen en te doen. Althans, dat vind ik. En zoals je ziet, een zo'n klein tussenstukje, hè, kan het verschil maken tussen dat het ding werkloos in de kast staat. Nou, ik krijg weer een appje. Dat betekent dat het weer het einde wordt van dit filmpje. Ik weet niet wie het is, maar ik kom zo bij je. Vind je het leuk wat we hier doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Ammerstraat nummer 3 te Kampen. Of je spullen in te leveren aan de Oslokade nummer 1, tevens te Kampen. Nou, jongens, nogmaals hartelijk dank. Tot de volgende keer. Cheerio.